Advocaat ken je ook goed, toch? Nou, maar Dick, voor ons is die echt wel als scheidsrechter. Het is wel een gedreven man. Je weet, aan die kant, hij is altijd fanatiek. Ja. En ik zag net ook beelden terug van 2010, toen hij nog trainer was bij AZ. En toen was hij door Björn Kuipers weggestuurd. Want die Björn Kuipers had hij oetlul genoemd. Okay. Toen kreeg hij 2 wedstrijden schorsing. Zat hij niet ver naast? Nee. Want toen kreeg hij 1 wedstrijd schorsing. En daarna floot ik hem weer, de eerste wedstrijd. En wat gebeurde? AZ won die wedstrijd voor mij Dick. Dus ik zei al tegen de vier official, ik zeg 90 minuten, klaar, affluiten. Maar het was heel warm, iedereen was er klaar mee. Maar ik denk, ik kom straks nog wel even bij je, zei ik, die vierde man. Dus wat gebeurt er? Het is bijna 89e minuut. Ik stel me heel breed op naar bij de zijlijn, want dat is een doeltrap. En ik draai me zo om en ik zeg tegen de vierde man, ik zeg 7 minuten extra tijd. Hij zegt, hoeveel? 7. Nou, die advocaat die redt naar buiten. En, nee, als je bent gek, jongen, ben je weer bezig? Ik zeg, geintje, Dick. Man. Hij is zo gedreven. Ik mag hem wel. En hij is, ik vind het geweldig. En hij is altijd op zijn hoede ook. Ik toevallig een keer, nou, het was niet toevallig. Hij moest naar Nederland, want hij zou bondscoach worden in het vliegtuig. Vanuit Istanbul naar Nederland. En hij zag mij en hij zei, Eus, wil je alsjeblieft niks zeggen tegen de pers in Nederland dat ik er aankom? Want hij wilde stiekem gaan tekenen. Nou, wij landen. Ik heb meteen jou gebeld. Ja, ik heb Tom Egbers gebeld. Ik heb iedereen gebeld toen, man. En die man werd helemaal lastig gevallen. Sindsdien heeft hij een hekel aan mij. Ja, maar, dat klopt. Dat zei hij laatst, ja. Zeg, kom ik die Eus tegen? Zeg het tegen niemand. Iedereen wist het al toen ik aankwam, zei hij. Dat is toch het risico van het vak. Dik. Ja. Dik.